Dit is het verhaal achter Kermit de Kikker. Kermit de Kikker lijkt misschien wel een lieve onschuldige kikker te zijn, maar niets blijkt minder waar te zijn. Maar voordat ik jullie het hele verhaal ga vertellen, mensen, like even allemaal deze video, anders komt Kermit achter je aan, toch? Dat klopt, anders kom ik achter jullie aan. Precies, ja. En abonneer. Laten we gelijk gaan beginnen met het verhaal. Harry en Petra besloten om naar de grote winkel te gaan om eventueel iets leuks te kopen. Daar is de grote Walmart en ze besloten om naar binnen te gaan. Nou, Harry, laten we binnen gaan kijken. Misschien kunnen we iets leuks vinden. Inderdaad. Nou, meekomen Petra. Laten we naar binnen gaan. Niet zo snel. Misschien zijn er nog wel leuke dingen in de aanbieding. Jij toch altijd met je aanbiedingen. Ik had toch genoeg geld, jongen. Niet zo druk maken. Nou, sorry hoor. Toen ze in de winkel kwamen, was Petra helemaal verrast. Oh mijn god, er zijn zoveel leuke aanbiedingen. Ik wil iets kopen. Laat gewoon kijken wat we nodig hebben, oké? Niet wat in de aanbieding is. Oké, wat jij wil. Maar toen ze in de gangpaden aan het lopen zijn, kwamen ze iets heel geks tegen. Wat zullen we nou weer krijgen? Krijg nou wat, Kermit de Kikker? Die wil ik hebben. Is hij in de aanbieding? Nee, ik ben niet in de aanbieding. Krijg nou wat, hij kan praten. Of hij dan wel of niet in de aanbieding is, ik wil hem. Wat moeten we nou met zo'n een of andere stommere pratende kikker? Wat heb ik daaraan? Hé, hey, Surfkop, niet zo stom doen, hè? Ik ben wel iets meer dan een pratende kikker. Oké, ik ben overgehaald. Ik wil hem ook. Mooi. Nou, schat, laat even gaan afrekenen. Ik heb Kermit te pakken. Hé, hey, ik kan zelf ook wel lopen, hoor. Ah ja, hou je kop, joh. En hé, hey, er staat helemaal niemand. Dat betekent dat we je gratis mee kunnen nemen. Niet doen, anders ben je de politie, hè? Ja, geloof het zelf. Kijk die politie belt. Dat gelooft toch niemand, jongen. Kom, laten we gaan. Kermit is ondertussen gekocht en ze besluiten naar de auto te gaan. Hé, hey, laat me los, alsjeblieft. Oké, ik laat je wel los. Zij besluiten naar de auto te gaan en instappen. Hé, hey Kermit, kom je nog of wat? Wat heb jij een mooie auto? Ah, dankjewel, maar even opschieten. Ik heb niet heel de dag de tijd. Oké, ik kom er al aan. Ondertussen besluit Kermit aan te komen en even in te stappen. Hé, hey, wat krijgen we nou? Ik ben niet de bestuurder, ja? Ga er eens even achter vandaan. Oh, sorry hoor. Hier, eruit jij. Ik ga hem niet toelaten. Ben je helemaal gek geworden? Je mag de rest wel even lopen. Oké, sorry, ik kom er al aan. Helemaal goed. Je kunt waarschijnlijk wel bijhouden, toch? Waar ben je nou weer? Laat het maar. Kermit kijk, ik kom gewoon zelfstandig lopen. Maar in ieder geval, zij besluiten om thuis aan te komen. En vervolgens gaan ze daar gewoon even lekker chillen. En ook Kermit Kikker is erbij. Harry en Petra komen dus bijna thuis aan. Zo, we zijn dus bijna thuis aangekomen. Ik ben benieuwd hoe Kermit bij ons terecht is gekomen. En wat krijgen we nou? Hé, hey, ik ben sneller dan jullie. Wat zijn jullie toch een stelletje losers, zeg? Hé, niet zo'n grote mond. Maar hoe kom je hier überhaupt zo snel terecht dan? Kermit, kun je dat maar eens even uitleggen? Ik ben een genie. Ik kan alles. Ja, vast. Nou ja, zoals te zien dat je sneller bent. Dat klopt. Oké, laten we naar binnen gaan. Petra, kom je? Oké, Harry, ik kom eraan. Kom, laten we samen naar binnen gaan. Is helemaal goed. Laten we even kijken wat Kermit de Kikker eigenlijk allemaal kan. Want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik heb hem nu wel gezien, maar wat kan hij nou eigenlijk allemaal? Dat vraag me eigenlijk ook af. Ik kan heel veel. Als dat zo is, laat maar eens zien. Ik kan bijvoorbeeld dansen. Oh, wauw, dat vind ik nou echt leuk. Is dat echt alles wat je kan, want hoeveel geld zou je normaal gekost hebben? Ik zeg je heel eerlijk, 2500 euro. En ik had vandaag niet in aanbieding. 2500 piek, 2500 euro. Dat is wel heel erg veel. Maar hoe, dat kun je wel zeggen net. Dat is wel hartstikke veel dit. Maar ik ben wel een supertalent. Ja, ja, Kermit, nu weet ik het wel. Maar ik heb een leuk ideetje. Laten we morgen even gaan inschrijven voor een nieuwe school. Dan kunnen de kinderen een keer bijleren. Dat ga ik doen. Nee, Slimpie, jij moet de dingen bijleren. Oh, zeg dat dan. Waar mag ik voor slapen vanavond? Doe maar lekker op de bank. Daar heb je vast wel genoeg plek. Oké, doe ik hier wel trusten. Wel trusten. Kom, schat, we gaan naar boven. Ik zeg je eerlijk, lieverd, best wel een geinige kikker, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik ben wel een beetje moe. Lieverd, laten we gaan slapen. Wel trusten, schat. Wel trusten, Harry. De ouders hebben wel een leuk gesprek met Kermit de Kikker gehad. En Kermit de Kikker krijgt ons namelijk een kans om de volgende dag op school wat te doen. Ze hebben dus een leuk gesprek met Kermit de Kikker gehad. En ze konden dus kijken wat Kermit de Kikker kon. De moeder vond het helemaal geweldig, maar de vader is er niet echt over te spreken. In ieder geval, het is de volgende dag en zij besloten om naar school te gaan om Kermit de Kikker in te schrijven. Ondertussen zijn de drie musketeers aangekomen op school. Harry, Petra en Kermit. Zo Kermit, heb je er een beetje zin in vandaag? Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Eigenlijk slimmer worden. Kon ik dan maar vroeger zeggen dat ik zin had in school? God, ik had er nooit zin in. Maar goed, Kermit, laten we naar binnen gaan. Ik kom dus net van de wc af en ik hoop dus dat ze al een beetje klaar zijn om in ieder geval het gesprek aan te gaan. Want ik heb er wel een beetje, ik hoop dat ik wel een beetje Kermit te spreken maken. Maar, I don't even know. Is school eigenlijk wel iets voor hem? En dat is wat ik ook me eigenlijk iets afvraag. En in ieder geval besloot Harry om naar de directeur te gaan om het gesprek te doen, oftewel een intakegesprek. Zeg jongen, waarom wil jij Kermit al te graag op school hebben? Vertel, moet ik dit wel serieus nemen? Is dit wat of zo? Meneer, waar heeft u het over? Hij zal de beste leerling ooit zijn. Inderdaad, ik zou iedereen bij kunnen leren. Zeg Kermit, ik word heel veel door, maar het is dat jij gaat leren. Je bent geen leraar of zo, hè? Je bent gewoon een kikker. Je moet gewoon les leren. Neem het zo. Ik neem het helemaal niet serieus, maar dat zou ik moeten aannemen. Sorry, maar dit gaat mij echt iets te ver, een kikker of zo. En dit vind ik nog heel erg. Dit is gewoon het toppunt van discriminatie. Een beetje minderheden lopen uitsluiten. Ook kikkers horen erbij, ja? Oké, maar excuus me vooral. Ik zie het door de vingers. Weet je, laten we hem even aannemen. Hij heeft één kans, oké? Als we die nu al gelijk over spelen, dan is het klaar. Oké, deal. Ik ga ermee akkoord. Yippie, yippie, yippie. Maar Kermit, laten we één ding met elkaar afspreken. Je gaat je wel gedragen op school, hè? Ik beloof het op te doen. Mooi. Dan kan ik vandaag gelijk aan beginnen. Kermit Kikker heeft dus één gouden kans gehad. En die gaat hij dus heel goed benutten op school. Hij is dus aangekomen op school en hij gaat dus naar de klas toe. Alleen hoe dat er aan toe gaat, dat ga je nu zien. Kermit kwam dus aan op school en hij besluit dus
om deel te gaan nemen met de les. Zo, ik ben dus heel erg benieuwd wat voor lessen ik vandaag krijg. Ik hoop dat ik slimmer word. Dat is ook voor de eerste keer dat je iemand zo enthousiast over school hoort. Kermit besloot om de klas binnen te gaan. Hey, goedemorgen allemaal. En goedemorgen, wie ben jij nou weer? Mijn naam is Kermit de Kikker. Oké, raar, maar ga maar gewoon zitten. Moet je hem eens zien, kijk hoe hij eruit ziet. Ik zweer je, kijk dan, even serieus. Hij is belachelijk, maat. Hey hoi, goedemorgen allemaal. Hallo, hallo, hee hoo. Zo, daar ben ik dan. Vandaag gaan we beginnen met de les en wij beginnen dus met wiskunde vandaag. Wiskunde? Ik ben goed in rekenen. Hou je kop, domme kikker, voordat je straks een klap krijgt. Alsjeblieft, doe eens even normaal tegen mij. Ik vind het helemaal niet leuk dat je zo tegen mij doet. Kijk met de kikker, kappen nu. Oké, sorry mevrouw. Nou, in ieder geval, laten we gaan beginnen. Wat is A kwadraat plus B kwadraat plus C kwadraat? Moet je even die kikker zien dan. Ik zweer, we gaan vanavond naar schooltijd pakken, ja? Ik zweer, kijk hoe lelijk je bent dan, hè, Groentje. Hij is vandaag de lul, vriend. Hey, Groene, kijk achter je dan, hè. Ik zweer het je, ga niet stoer tegen mij doen, hè, anders krijg je klap van mij. Hey, doe eens even normaal tegen mij. Vind je het leuk om zo met mij te pesten? Ik vind het helemaal niet leuk, hoor. Lelijke strontkikker dat je bent. Sam is wel genoeg, Kermit Kikker. Laatste waarschuwing! Maar hoezo alleen ik? Ik bedoel, hun zijn mij lastig uitvallen. Ik doe helemaal niks. Ik ben gewoon normaal en lief in de klas. Hun pesten mij. Dat heet lacher doen. Weet je wat? Je mag je melden met direct. Ik hoef je niet meer te zien. Oké, sorry hoor. Ik ga er al uit. Stomme rotklas. Kermit Kikker is nu al weggepest op school. En hij is nog geen 2 minuten in de klas. Kermit besluit zich te gaan melden bij de directie. Eens even kijken. Waar zit de directie? Oké, hier zit schoenste directeur. Meneer, ik ben er onterecht uitgestuurd. Ik zei het toch. Je bent nog geen 2 minuten uit te houden in de klas. Oh, ik had gelijk. Ik had ze nooit moeten aannemen. Weet je wat? Je bent geschorst. Wat ben je heel serieus? Ik ben geschorst. Ik heb niks gedaan. Je bent gewoon naar de gevaar voor de klas. Alsjeblieft. Kermit Kikker besluit uit de klas te gaan. En hij is dus woest. Echt waar, man? Waar heb ik dat dan verdiend? Oh, ik ben er helemaal klaar mee. Zo, school, dat is voorbij, vriend. Je bent een lul. Alsjeblieft, laat me rust. Doe dat niet. Ei, au, au. Au, alsjeblieft, top. Au, niet doen. Au, au. Hou op. Ik vind het helemaal niet leuk. Alsjeblieft, laat me rust. Au. Ik ga weg. Snel. Au, au, au. Alsjeblieft, laat me rust. Au, au, au. Oh, gelukkig wilde ik beveiligd nog wel wat doen. Dat is de enige die er een beetje lief is voor mij. Kermit Kikker besluit om naar huis te fietsen. En hij is er helemaal klaar mee. Het werd hem niet echt in dank afgenomen op school. Sterker nog, hij is nu al gewoon geschorst. Maar hij heeft eigenlijk niks gedaan. Maar dat weten de ouders natuurlijk niet. De ouders geloven maar 1 kant. En dat is de kant van de leraren. In ieder geval besluit Kermit dus thuis aan te komen. Maar gaat eigenlijk wel zo goed. Kermit de Kikker komt bijna thuis aan. En hij besluit zo naar binnen te gaan. Zo, eindelijk thuis aangekomen. Ik ben er helemaal klaar met wat er gebeurt op school. Ik hoop dat mijn ouders mijn bek hebben. Want anders heb ik helemaal niemand om te steunen. Ik ben weer terug thuis. Dat had wel eerder kunnen zijn, hè? Godverdorie. Ik zweer het je. En weinig vertrouwen geven. Wie denken we niet wie je bent? Waar heb je het over, pa? Vertel eens even. Doe eens niet zo dom. Je bent geschorst van school. Ben je heel serieus? En wij doen jou allemaal vertrouwen geven dan eens. Je kunt er mij wel vertellen wat er gebeurd is. School heeft gebeld. Het schijnt zo te zijn dat je letterlijk aan het roepen bent met de klas. Dat je gewelddadig bent. Wat zijn dat dan weer voor stomme leugens? Ik ben niet gewelddadig. Ik ben gewoon een lieve jongen, ja. Ik heb niks gedaan. Ik word ook gepest op school. Ik word lastiggevallen door iedereen. En jullie geven me de schuld. Ja, slachtofferrol. Zo ken je het ook wel, jongen. Weet je wat? Ik ga slapen. En morgen gaan we je lekker even uitzetten. Je mag nog 1 nacht niet blijven slapen. Dan mag je nog heel blij mee zijn. Dat ik nog zo schappelijk ben. Maar echt waar. Morgen ben je niet meer welkom. Precies wat je vader zegt. Jullie zijn stom. Ik zweer het je. Niet zo'n grote man. Je mag dan blijven slapen. En dat heb ik voor elkaar gekregen. Want als je vader lag, met je man weer blijven slapen. Inderdaad. Want als de mij lag, lag je er nu al uit. Oké, sorry hoor. Ga maar lekker slapen, zou ik zeggen. Wel rusten. Nou, wel rusten, jongen. Nou, dat gebeurt ook weer eventjes. Die zijn weer lekker weg. Oh, ik ben er helemaal klaar mee. Ik kon niks goeds doen. Ah, ik ben helemaal zat. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik zweer het je. Ik zit alles kapot en overhoop. Oh, ik ben er helemaal zat dit. Ze bekijken het maar met alles. Al hier. Paar bommen voor jullie. Alsjeblieft. Jullie kunnen het verdienen. En jullie kunnen het krijgen ook. Hier, alsjeblieft, zeg. Hoppa. Bam. Lekker voor jullie. Dit is wat we jullie huis doen, hè? Achtelijke idioten. Ik ga wel liggen. Wel trusten. Oeh, Kermit wordt dus uit huis gegooid de volgende dag. En als afscheid besluit Kermit dus een puinhoop te maken in het huis. Maar de ouders worden in ieder geval de volgende ochtend wakker. En dit is hun reactie. Zo, oh, een hele goede morgen. Het is tijd om Kermit de Kikker even weg te brengen, hè? Ja, vind ik ook. Maar ergens vind ik het wel een beetje zielig voor hem. Zielig? Hoezo zielig? Die jongen wordt dan nooit serieus genomen. Ook hij blijft maar een ziel. Dat hebben we wel gemerkt, hè? Ach, je gelooft ook gesproken. Zit niet eens een ziel, man. Die is overgenomen zeker door de duivel. Alsjeblieft, zeg. Mij hou niet voor de gek. Tja. Ik weet het ook niet anders. Nou, het zal me wel goed zijn. Laat ik even naar binnen gaan. En wat krijgen we nou? Kermit de Kikker, wat heb je godsdomme mijn eigen huis gedaan, hè? Dit is een leuk afscheidscadeautje, hè? Dat kun je echt niet maken, want je wordt blij dat je weer hebt kunnen slapen. Dan doe je 30 en dan zo mee, joh. Je hebt ook mijn bek kunnen hebben. Ik ben er klaar mee, Kermit. Ik heb je bek niet. Ga maar lekker weg, wees hier. We zijn socialistisch geweest, maar zo socialistisch ook weer niet. Meekomen, jij achtelijke idioot. Echt waar, meekomen. Voor niemand te zien. Laat me los, alsjeblieft. Ik heb er niks verkeerd gedaan, alsjeblieft. Niks verkeerd gedaan? Mijn huis overhoop gehaald zeker. Ben jij maar al besodemieterd, man? Hè, sukkel. Hier, ga instappen zou ik zeggen dan, hè? Voor je het zeker weet. Bam, hier kun je krijgen ook. Doe eens even normaal tegen mij. Nee, ik doe niet normaal. Uitstappen. Of instappen bedoel ik. Oké, ik ga al in de bus. Oh, maar waar ga je me naartoe brengen dan? Daar komen we er wel achter. Lieverd, blijf maar lekker thuis, ja? Okidoki. Zo, Kermit. Ik ga je alleen maar een retourtje geven. Dat betekent dat je niet meer hoeft terug te komen. Een enkeltje bedoel ik. Zo,
sorry. Je bent ook echt een lompe boer, hè? Ga nog geen grote mond hebben, anders maak je hier nog dood in de wildernis, ja? Heb je heel goed begrepen? Oké, echt sorry hoor. Ik bedoel het helemaal niet zo. Ja, dat zeggen ze ook al bij de gevangenis. Maar alsjeblieft, we brengen me hier maar naartoe dan. Dat ga je nog wel zien. Ergens waar niemand jou gaat vinden, heb je dat heel goed begrepen, Kermit de Kikker. Als je dat doet, dan heb je echt een groot probleem, wist je dat? Welk probleem? Ga je me nou lopen bedreigen? Ik ben veel beter dan jij. Je gaat zien, vriend. Zo, Kermit, we zijn aangekomen. Ik zeg je één ding, vriend. Je gaat uitstappen nu, hè? Opschieten. Uitstappen, nu meteen. Oké, ik ga er al uit. Maar mag echt niet meer mee. Dan mag ik nog één kans. Die ene kans heb je al verspild. Weet je, je zoekt het maar lekker uit. Als je al gelijk weet te spelen, ben ik er klaar mee ook. Dag, Kermit. Jongen, jongen zeg. Ik heb er geen medelijden mee. Het interesseert me niet wat er met hem overkomt. Ik ga naar huis toe. Doei doei. Kermit is dus helemaal alleen achtergelaten op een cliff. En het is echt een puinhoop geworden in het huis. Maar hier laat Kermit er niet bij zitten. Al heeft het wel 2 à 3 jaar geduurd voordat hij in actie kwam. Het is inmiddels al 3 jaar later en Kermit heeft precies gedacht wat hij wil doen. Zo, en nu is het tijd voor wraak. En dit heb ik weer te scoren. En weet je hoe ik eraan kom? Ja, ik heb gewoon een paar soldaten doodgemaakt. En ja, die hebben toevallig een RPG. Genoeg kogels. Pa, je bent een shark. Kermit gaat wraak nemen en het is tijd voor Prime. Zo, vader. Nu heb je het gedaan ook, hè? Dit kun je krijgen. Weet je wat we met jou doen? Hier, 3, 2, 1. Dit kun je krijgen van mij, hè? Sukkels. Alsjeblieft. Liggen jullie dan. En jij moet helemaal ophouden. Wie ben jij nou weer, achterlijke boer? Sukkel. Bam. Dit is wat mensen doen die vervelend zijn. En om het even af te leren, laat het huis even mooi even in vuur en vlam zetten. Alsjeblieft, sukkeltjes. Lekker verbrand, hè? Wat denken jullie wel niet? Hier, hoppa. En om zeker te weten dat we niet meer kunnen leven, dit is wat we jullie doen. 1, 2, 3, hoppakee. Bam. Even al het glas eruit. Dit is jullie eigen verdiende loon. Ik ga er weer vandoor. Kermit heeft gehad en hij besluit hiermee even door te gaan. Hij pakt zijn fiets en dan gaat dus naar school toe. Om daar ook even wat een appeltje te schillen met die mensen die hem hebben pijn gedaan. Ondertussen is Kermit dus aangekomen op school en hij besluit ze naar binnen te gaan. Waarom? Precies, ja. Wraak. Dat is het enige wat hij wil. Meer niet. Directeurtje, waar zit je dan? Directie. Is de directeur nog hier? Nee? Oké. Nee, dat maakt niet heel veel uit. We gaan zijn kantoor even overhoop halen. Dan gaan we even extra lawaai veroorzaken, hè. 1, 2, 3. Zo. Bam. Dit is wat we met het kantoor van de directeur doen. Sukkel. Je zou ook wel denken als je terugkomt wat er aan de hand is. En niet alleen de directeur gaat hij aanpakken. Hij gaat ook even de paar laatste pestkoppen pakken. Gezien die nog allemaal in de klas zitten, is het voor hem een mooi moment om ze even aan te pakken. Daar liggen jullie dan, hè? Oh, heb je het niet overleefd? Oh, wat zielig zijn jullie ook, hè? Hallo, wie kent mij nog? Ze hebben die stomme kikker weer. Niet zomaar een kikker. Jullie klas is er ook een beetje slecht naartoe, hè? Ooit eens gehoord van dit, hè? Een vuurtje en een vlammetje. Hier, alsjeblieft. Jullie kunnen er helemaal in krijgen. Alsjeblieft. Bam. Hè? Nog meer mensen. Jij gaat eraan. Jij gaat eraan. En dan even niet af te maken. Jullie ook. Jullie zijn allemaal stom tegen mij geweest. Dit is wat mijn mensen doen die vervelend tegen mij zijn geweest. Allemaal uit de fikkeren. Oh ja, docent. Om even zeker te weten dat je erin bent. Alsjeblieft. En dit is dan het einde van de video, mensen. Zo zien we weer dat Kermit van lief naar evil gaat. Alleen dat hebben de mensen zelf van hem gecreëerd. Hij is van persoonlijkheid helemaal geen evil. Maar ja, de mens maakt soms andere mensen gek. Of ja, Kermit is geen mens. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en ciao.